zeg ook, maar er was iets geks. Ze had een fout begaan. Ze had Jupiter beloofd dat ze zou helpen. Wanneer hij seks had, ze zorgde dat Juno wat langer bleef staan. En het niet doorhad. Juno was hier niet blij mee. En toen zei ze, OMG, ik wil nooit meer jouw stem horen. Tenzij je iets weer kaast. Dit is dus hoe echo's zijn ontstaan. Nu weet je waar je stemgeluiden gaan. Ergens anders leeft een narcissus. Hij was bijzonder. Hij was echt heel knap. Maar hij wees het iedereen af door zijn ego. Vond zichzelf te goed. Er was voorspeld dat hij slechts lang zou leven. Zag. Toen ging hij naar een veldje en had Echo hem gezien. Ze werd op slag verliefd en heel horny bovendien. De narcissus vroeg of er iemand was. En Echo zei dat er iemand was. Maar narcissus voelde zich niet gevleid. Hij wees haar af. Zeer grote spijt. Ze was nu echt heel erg de weg kwijt. Ze kwijnde weg van liefde en haar botten werden steen. Haar echo nog in grotten, maar de rest van haar ging helaas toen heen. Kan hij niet nu voor altijd een narcist tussen.